Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe video slash vlog. Dit is eigenlijk vlog nummer 100, maar ik wilde er geen normale vlog van maken. Het lijkt mij super leuk om voor de 100ste vlog, oh my god, ik kan me niet voorstellen dat ik er echt al 100 heb gemaakt. Het leek mij super leuk om daarvoor iets anders te doen als mijn normale vlogs. Dus ik heb op Instagram, als je me nog niet volgt op Instagram, dit ben ik, @Danielle_Heijmans. Dus leek het mij super leuk om voor de 100ste vlog iets speciaals te doen. Heb ik op Instagram gevraagd om een aantal vragen te stellen. Ik had een reel geüpload en nou ja, toen ontzettend veel volgers erbij gekregen. Dus super tof. En ik kreeg ook ontzettend veel vragen, dus echt super leuk. Dus ik heb alle vragen verzameld en deze vlog ga ik daar dan een beetje aan wijden. Het is niet echt een echte vlog zoals jullie van mij gewend zijn. Aan de hand van de vragen die jullie gesteld hebben, ga ik dus een beetje vlogonderwijs, soort van antwoord geven op jullie vragen. Ik heb alle vragen een beetje in groepjes verdeeld om zo het een beetje te clusteren bij elkaar. En de eerste vragen die ik ook verreweg het meeste kreeg, die gingen eigenlijk allemaal over mijn werk of wat ik heb gestudeerd. Ik heb MBO gedaan. Ik heb MEAO bedrijfsadministratie gestudeerd. Ik wist echt niet toen ik van de middelbare school afkwam wat ik wilde. Als kind wilde ik altijd drogiste worden. Mijn ouders hadden vroeger een drogisterij. En ja, ik vond het zo super leuk in de winkel met al die potjes en parfumetjes en crèmetjes. En ja, ik vond het echt geweldig. Ik was ook altijd in de winkel te vinden. Maar ja, op een gegeven moment, ja, mijn vader was gewoon een zelfstandige kleine drogist. Met alle grote drogisterijketens werd het eigenlijk steeds moeilijker om als zelfstandige drogist nog boven water te blijven, zeg maar. Dus ja, en op een gegeven moment liep het leven gewoon zo dat, ja, dat er eigenlijk niet meer in zat. En ik heb wel, mijn middelbare school was wel een middelbare school gericht op zelfstandige ondernemers. En daarna ben ik eigenlijk ja, toch een beetje gaan nadenken van, nou, wat wil ik nog meer? Wat zou nog meer leuk zijn? En ik had geen idee. Toen ik van de middelbare school afkwam, ik wist het echt niet. Uiteindelijk heb ik gewoon maar dat gekozen waar ik goed in was. En dat was toen rekenen. Nu niet meer, maar toen was ik best wel goed in rekenen. Dus heb ik ervoor gekozen om de MEAO bedrijfsadministratie te gaan doen. En daar heb ik daarna wel een paar jaar in gewerkt. Maar ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond er niks aan. En eigenlijk ben ik gewoon gaandeweg gerold in dat wat ik nu doe. En ja, ik werk nu als... mijn functienaam is klantspecialist. Ik werk bij een klantenserviceafdeling. En ik werk als output manager. En dat betekent dat ik voor alle communicatie die naar klanten uitgaat, ik dat helemaal coördineer, zeg maar. Dus vanaf dat er een idee is dat er een brief gewijzigd of gemaakt moet worden, totdat het uiteindelijk in gebruik gaat nemen, dat hele proces, dat, ja, dat voer ik eigenlijk uit. Dus dat is eigenlijk het werk wat ik doe. Ik zit hier ook bij mijn werkplekje. Want ik werk thuis. Dat deed ik voor corona ook wel meestal 1 of 2 dagen in de week. Ik vind dat gewoon heel fijn. En het is voor mij heel fijn om dat te kunnen combineren met vooral met die slotten. Ik werk 28 uur. Dus dat ja, vind ik zelf best wel veel. Combinerend met een gezin. Maar ik werk wel precies schooltijden. Dus dat is wel ideaal. Dus zodra die slotten vrij is uit school, ben ik ook vrij. En dat is wel heel fijn, zodat ik er dan in de middag echt voor haar kan zijn. En dat zij niet naar BSO of opvang of dat soort dingen moet. Was dit mijn droombaan? Nou, nee. dit was zeker niet de droombaan. Nou, wat ik zeg, vroeger als kind wilde ik dus drogiste worden. Ik kreeg ook de vraag, is YouTube dan je droombaan? Ja, weet ik niet. Ik was eigenlijk op zoek wel naar een nieuwe uitdaging toen ik begon met YouTube. Omdat het werk wat ik doe vind ik heel erg leuk. Maar doe ik ook alweer heel wat jaren. En ja, ik had echt zoiets van, nou, zie ik me dit nog heel erg lang doen? Ja, dat wist ik niet toen ik met YouTube begon. En ik dacht van, nou, ik ga dat gewoon doen. Omdat ik echt op zoek was naar een nieuwe prikkel. Dat was niet zozeer alleen werk gerelateerd. Maar ook gewoon even een nieuwe uitdaging in mijn leven. Daar was ik gewoon heel erg naar op zoek. En toen kwam YouTube eigenlijk een beetje op mijn pad. En ik vond het super spannend om dat aan het begin te doen. Hier zie je een foto van ons trouwen.
Maar goed, gaandeweg werd het eigenlijk steeds makkelijker om gewoon video's te maken. En ik zie wel hoe dat verder loopt. Ik heb niet echt zoiets van, nou, ik ga mijn baan opzeggen, want ik wil volledig voor YouTube gaan. Het zou superleuk zijn. Wat ik belangrijk vind, wat mijn droombaan eigenlijk moet hebben, voor mij is flexibiliteit en vrijheid. En dat heb ik nu in mijn werk eigenlijk ook. Maar YouTube kan het natuurlijk ook heel erg graag. Ik zal mij nog meer vrijheid kunnen geven. En dat is wat ik gewoon heel fijn vind. Dat ik eigenlijk mijn dag in kan delen zoals ik dat zelf wil. Met mijn werk kan dat natuurlijk niet helemaal. Maar ik ben wel heel flexibel. En ja, er wordt natuurlijk wel verwacht dat ik mijn uren maak. En ik heb natuurlijk heel veel overleggen op mijn werk. Waardoor ik natuurlijk toch gebonden ben aan die werkdagen. Maar vooral de flexibiliteit en de vrijheid vind ik heel belangrijk in mijn werk. Daardoor, ik vind dat gewoon fijn om een beetje mijn eigen dag in te kunnen delen. Nou, YouTube zou mij dat misschien nog wel meer kunnen bieden dan mijn baan nu. Maar ik mag echt niet klagen, want ik heb echt heel veel vrijheid en flexibiliteit in mijn werk nu. We gaan het wel zien hoe het loopt. Misschien hoef ik dat helemaal niet te beslissen. En wordt het niet eens echt een baan? Ja, ik kijk gewoon hoe het allemaal loopt. Ik krijg ook nog de vraag of ik moeite heb met negatieve reacties. Dat verschilt. Soms raakt me dat meer als anders. Ligt er denk ik aan hoe je net even op dat moment in je vel zit. Natuurlijk is het nooit leuk, maar ja, het hoort erbij. Ik ben het wel gewend om negatieve reacties te krijgen. Niet zozeer alleen online, maar ook in het echte leven. Als kind ben ik ook al heel erg gepest. Nee, dat is zeker niet leuk. Maar ja, ik probeer er gewoon dan toch weer iets positiefs van te maken. En toch te kijken of ik kan zo iemand tot een ander inzicht kan brengen. Ja, sommige reacties die zijn gewoon zo lomp. Ja, nou, dat weet je, iemand die gewoon gaat schelden of zo. Dan denk ik, ja, nou, dat verwijder ik gewoon. Niet alleen voor mezelf, maar ook, ik heb natuurlijk heel veel volgers die natuurlijk ook, ook dik zijn of voller zijn. En ik vind het ook voor hun moeilijk dat zij misschien die reacties lezen. Dus het is niet zozeer alleen voor mezelf dat ik het moeilijk vind, maar ook voor jullie. Het is mijn kanaal, het is mijn community, om het zo maar te zeggen. En ik wil mezelf en mijn volgers daar ook in beschermen. Dus maar soms raakt het je gewoon. En net zoals positieve reacties je kunnen raken, kunnen negatieve reacties dat ook. En ik probeer dat wel te leren. En ik merk ook wel dat ik daarin groei. En dat ik het steeds beter kan relativeren. En ik krijg zoveel meer positieve reacties als negatieve reacties. Dus ik zou echt niet om die negatieve reacties die ik dan soms krijg, zou ik echt niet willen stoppen met YouTube, want daarvoor zijn jullie veel te lief met z'n allen. En krijg ik zoveel meer leuke reacties en groei ik echt ook door jullie. En zoals laatst met mijn bikini shots in de vlog. Vond ik natuurlijk zelf best wel, überhaupt het aandoen van een bikini vond ik best wel een dingetje. Dus nog niet eens het delen, maar het kopen van een bikini, het uitzoeken van een bikini. En dan tot 4, 5 keer aan toe een bikini krijgen die niet past. En er dan uiteindelijk vinden die een, eentje die. En er dan uiteindelijk eentje vinden die dan past. En dan is het natuurlijk toch. Ja, oké, ga ik dit dan online zetten? Hè? Natuurlijk vind ik dat ook lastig. Maar ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen. Ik wil dat gewoon kunnen. Het maakt niet uit of je dik of dun, of groot of klein, knap of lelijk bent. Weet je, een bikini lijkt mij gewoon veel praktischer en veel fijner. In plaats van dat je moet wurmen in zo'n strak badpak. Wat ik dus mijn hele leven heb gedaan. Omdat ik niet in een bikini durfde. En nu heb ik zoiets van, waarom in godsnaam? Ze zien toch wel dat je dik bent. Of je nou wel of geen stukje stof hebt over je buik. En dat is gewoon een soort van mindfuck of zo. Dat je denkt dat je in een badpak er beter uitziet. En dan nog, het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Het gaat erom waar je je prettig in voelt. En tuurlijk, als je je mooi aankleedt en je vrouwelijk voelt, en dan kan je je beter voelen. Hè? Dus als een badpak jou die zekerheid geeft, gewoon doen. Ik kies nu gewoon echt even voor dat het fijner om mijn lijf zit.
Dus ja, ik heb er nog niet mee gezwommen. Ik ben er nog niet mee naar buiten geweest. Ik ga nog op vakantie binnenkort. Dus dan ga ik het beleven. Dan ga ik het natuurlijk met jullie delen hoe ik dat ervaar. Maar ik zal het echt wel spannend vinden om in mijn bikini voor het eerst het zwembad in te lopen. Maar ja, ik heb van jullie ook zoveel lieve, mooie reacties gekregen. Dat ik denk dat ik ga dat gewoon ownen. En ik ga gewoon super trots dat zwembad inlopen. Of dat strand op. En ik kreeg ook een reactie van mijn vriendinnetje. Die zei ook van ja, maar je ziet er gewoon veel vrouwelijker uit. Ook in zo'n bikini. En je vestigt zeg maar veel meer je aandacht bijvoorbeeld op je borsten in plaats van op je buik. Ja, zo had ik het dus zelf nog helemaal niet bekeken. En doordat ik dit dus gedeeld heb en doordat ik het heb laten zien, zit al die positieve reacties van jullie zitten in mijn hoofd. En dat is waar ik zo, zo, zo dankbaar voor ben. Wat mij ook zoveel zelfverzekerdheid geeft. En wat dat betreft is YouTube misschien dan toch wel mijn droombaan. Dat doet mij echt heel erg goed. Dus dank jullie wel allemaal. Blijf reageren, want ja, ik vind het gewoon echt super tof. Ik probeer ook echt op iedereen te reageren. Nou, ik ben even in de keuken gaan staan. Er staat hier nog een boodschappenkratje achter me. Ik krijg natuurlijk ook heel veel vragen over het thema afvallen. Dat is natuurlijk, ja, mijn kanaal staat niet echt in teken van afvallen, maar ik wil meer uitdragen, zelfacceptatie en dat iedereen er mag zijn en dat het helemaal niet uitmaakt hoe je eruit ziet, maar hoe je van binnen bent. Ondanks dat ik wil uitdragen dat het prima is zoals je bent, probeer ik natuurlijk toch wel af te vallen. Niet zozeer voor hoe ik eruit zie, dat is ook niet helemaal waar. Ik doe dat voornamelijk voor mijn gezondheid en omdat ik me toch op bepaalde momenten beperkt voel door mijn overgewicht. En dat is vooral met dat ik niet hele lange afstanden kan lopen. En dat komt vooral denk ik vanuit mijn rug. Ik weet niet of dat met mijn overgewicht te maken heeft. Er zijn momenten dat ik er meer last van heb dan anderen. Maar goed, gezond is het natuurlijk als je naar de wetenschap kijkt, zeggen ze dat het niet gezond is. Ik ken ook heel veel dikke mensen die gewoon oud worden en niks mankeren. Dus ik weet het niet. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat het beter is om toch af te vallen. Maar dat doe ik niet ten koste van alles. En ik heb natuurlijk een chromosoomafwijking, waardoor voor mij afvallen eigenlijk, waardoor afvallen voor mij eigenlijk onmogelijk is. En dat komt omdat, ik mis een stukje, ik heb dus een chromosoomafwijking en ik mis een stukje DNA. Dat is natuurlijk gewoon super kut, want ja, je DNA kun je niet fixen, je kan niet dat stukje eraan plakken, je kan het niet maken. Maar aan de andere kant ben ik ontzettend gezegend en dankbaar dat dit eigenlijk het enige is waar ik last van had. En nu terugkijkend naar mijn jeugd, heb ik wel meer dingetjes die bij deze chromosoomafwijking horen. Ik ging bijvoorbeeld als kind ontzettend veel altijd door mijn enkels. Dat is verder eigenlijk toen nooit onderzocht of zo. Maar nu weet ik dus dat bij deze chromosoomafwijking ook hoort dat je dus last kan hebben van mindere spierkracht. Dat je dus last kan hebben van verminderde spierkracht. Nou, nu terugkijken denk ik, misschien is dat dus dan wel daaraan te koppelen. Ja, mensen dachten gewoon, ja, je bent gewoon dik en je moet gewoon afvallen. Je moet gewoon minder eten en meer bewegen. En dan ga je wel afvallen. Of ze zeiden altijd, nou, als ze eenmaal naar de jongens gaat kijken, dan gaat ze wel afvallen. Zei mijn huisarts dan, hè, tegen mijn moeder. Ik was natuurlijk toen al wat kleiner. Nou, als ze eenmaal naar de jongens gaat kijken, dan gaat ze echt wel afvallen. Nou, dat is natuurlijk gewoon de reinste bullshit die er bestaat. Bij de eerste vraag te beginnen, ben je altijd dik geweest? Ja, ik zal hier even een babyfoto van mezelf neerzetten. Ik zeg altijd echt, ik ben dik geboren. Ik was echt als baby echt ook al echt echt een chubby baby. Echt spekvetjes all over. Ik ben wel echt dik geworden, zo rond mijn puberteit.
Dus ja, de hormonen hebben daar zeker ook niet aan bijgedragen, zal ik maar zeggen. Maar ik was als kind ook al dik en ik weet nog wel dat mijn ouders ook altijd al moeite hadden om kleren voor mij te kopen. En ja, dat was toen ook al een struggle, zeg maar. Mijn broer die was altijd te dun en te lang. Ik was altijd te klein en te dik. Dus ja, ik denk dat mijn ouders daar best wel een uitdaging in hadden. Al heb ik daar als kind echt nooit wat van meegekregen. Dus dat is alleen maar fijn. Ja, ik krijg ook de vraag, wil je afvallen voor jezelf of voor anderen? Nou, sowieso niet voor anderen. Ik doe dat niet alleen om er mooier uit te zien. Ik doe dat puur echt omdat ik van die lichamelijke ongemakken af wil. En dat is eigenlijk de enige reden. Want dat, ja, weet je, voor de rest, natuurlijk ben je beperkt, hè. Ja, ik heb daar ook wel eens een keer een video over gemaakt. Het gaat hartstikke goed. Ik voel me goed verder. Maar ja, in een vliegtuig stappen, dat is toch wel een dingetje. Ja, een stoel is gewoon te smal. In een bus of in een tram zitten, dat is gewoon vervelend. Want ja, je bent breder dan dat de stoel is. In een achtbaan, ja, dat kan ik eigenlijk niet. Ik weet nog wel, vorig jaar gingen we naar Plopsaland. En ik dacht dus van, oh, ik ga leuk met Iselotte in zo'n schommelboot. En ik denk, nou, dat moet wel kunnen. Kijk, dingen die over de kop gaan, dat is sowieso een no-go. Want dan heb je zo'n ding over je schouders en dat doet er ook gewoon verschrikkelijk veel zeer. Als je natuurlijk al die krachten op je schouders hebt. Als die al dicht gaat. Dus dat is sowieso een no-go. Nou ambieer ik dat ook niet echt. Maar ik dacht, nou, zo'n schommel. Ik vind op zich achtbanen wel leuk. Zolang ze maar niet over de kop gaan. Ik denk, nou, zo'n schommelboot moet wel lukken. Nou, dus ik zat met haar in die boot. Nou, dat was echt. Ja, dat was echt gewoon zo ontzettend gênant. En ik dacht dus dat die beugel wel dicht ging. Wel zo helemaal ingesnoerd. Maar ik dacht dus dat die goed ging. En daar werd ik ook wel gecontroleerd. En hij was wel gelokt. Maar die machine gaf toch een foutmelding. Nou, technische dienst, alles erbij. Al die mensen wachten in die boot. Was gelukkig niet heel druk. Maar de mensen die in die boot zaten moesten natuurlijk toch wachten. Nou, uiteindelijk bleek dus dat hij dus een foutmelding gaf. Omdat toch die beugel niet genoeg lokte, zeg maar, bij mij. Dus toen moest ik uit die boot, terwijl al die mensen daar, nou, bijna een kwartier hadden zitten wachten. Omdat ze dus niet wisten waar die foutmelding vandaan kwam. Ja, dat is zo gênant. En dan moet je eruit. En ja, dus ik droop echt af zo met staart tussen mijn benen. Ja, ik was natuurlijk, ja, dat was echt, echt niet leuk. Ja, dat helpt, draagt natuurlijk niet bij dat je dat nog een keer gaat proberen. Dus weet je, dat soort dingen, dat is eigenlijk de reden waarom ik wil afvallen. En niet zozeer van voor, helemaal niet voor de mening van anderen. Want dat, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Deze vraag vond ik wel grappig. Snack je wel eens buiten de vlogs om? ja, natuurlijk. ik film wel veel van wat ik eet, maar uiteraard natuurlijk niet alles. Toevallig is er net, of die komt nog, of die is net hiervoor geweest. Waar daar iets in een week, in een werkweek video online gekomen. Daarin heb ik echt alles laten zien wat ik echt die week gegeten heb. Maar nee, ik laat niet alles in de vlog zien. Wel bijna alles. Maar natuurlijk eet en drink ik ook buiten de vlogs om. Maar ja, dat zijn niet. En ja, de ene periode eet je wat gezonder als de andere periode. Toen de tijd, toen de kinderen uit logeren waren, ja, toen hebben we wel even wat ongezonder gegeten. En ja, toen heb ik ook wel een keer 's avonds een zak chips gegeten op de bank samen met Jeroen. Dus ja, en jongens, ik vlog niet alles, hè, uit mijn leven. Een vlog duurde ongeveer 20 minuten en dat is dan van een halve week. Dus zeg maar dat je drie kwartier hebt in een week. Dus nee, je ziet niet alles, maar wel heel veel. Maar ja, natuurlijk eet ik ook dingen en het hoeft niet altijd ongezonde dingen te zijn. Het is niet dat ik per se ongezonde dingen buiten de vlog hou, want ook die deel ik gewoon als dat zo uitkomt. Dus ja, ik eet en snack ook buiten de vlog om, maar dat doe ik niet per se buiten de vlog om het stiekem te doen voor jullie. Want ja, als het zo uitkomt, dan deel ik het ook gewoon. En nou, ik ben van de week uit eten of ik ben in de een vlog onlangs uit eten geweest, heb ik ook gewoon gedeeld. Dus nee, ik doe het niet bewust,
Maar ja, tuurlijk eet ik buiten de vlogs om. Waarom eet je koolhydraatarm? Nou, daar heb ik ook al een keer een video over gemaakt. Ik voel me gewoon daar ontzettend goed bij. Ik merk dat ik veel meer energie heb. Ik heb minder last van hyperventilatie. Ik voel me beter, energieker. Eigenlijk, dat is eigenlijk de reden waarom ik koolhydraatarm eet. Dus niet, ben natuurlijk wel ooit mee begonnen om af te vallen. Maar dat is niet de hoofdreden waarom ik nu nog steeds koolhydraatarm eet. Ik eet ook niet 100% koolhydraatarm. Ik eet echt ook wel iets als ik bijvoorbeeld uit eten ga of een keer eten bestellen of wat dan ook. Of soms eet ik ook gewoon een normale boterham als dat zo uitkomt. Dus ik denk ook niet dat ik in ketose ben, hè, want de kracht achter koolhydraatarm eten is natuurlijk dat je in ketose komt. En ketose is dus dat je overgaat in vetverbranding in plaats van suikerverbranding. Maar door het minder eten van koolhydraten, ik voel me daar gewoon echt veel beter bij. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik nu nog steeds koolhydraatarm eet. En ik krijg ook een vraag van of ik al afgevallen ben door de medicatie die ik nu sinds 3 maanden gebruik. Nee. Nee, ik ben eigenlijk nog niet afgevallen. Ik merk wel dat mijn eetlust minder is. Ik heb pas weer een consult gehad, een telefonisch consult met mijn arts. En mijn bloeduitslagen waren wel iets beter geworden, maar ja, ook niet schrikbarend. Dus de dosis van de medicijnen die zijn nu iets verhoogd. Om te kijken of dat dan nog wat meer gaat helpen. Maar ik merk doordat mijn eetlust overdag een stuk minder is, ik dat eigenlijk 's avonds zoveel honger heb, omdat ik dus gewoon overdag te weinig eet. En ik dat dus 's avonds eigenlijk moet compenseren. Dus het is een beetje lastig, omdat ik dus dan gewoon, omdat ik geen honger, kijk, ik ga niet meer eten als ik geen honger meer heb. Dus dat lukt me nu wel. Je zit natuurlijk in een bepaalde gewoonte van wat je eet. Ik merk nu, omdat mijn eetlust minder is, dat ik dus ook niet meer zoveel met eten bezig ben. En makkelijker kan stoppen met eten. Dus als ik aan het eten ben en ik zit vol, dan kan ik ook gewoon mijn bord wegschuiven door die medicijnen. Maar omdat ik dan dus overdag zo ontzettend weinig eet, want dat is echt nog maar heel weinig. Dus doordat ik overdag minder eet, merk ik dus dat ik juist 's avonds heel veel honger heb. Dus nou, misschien nu door die nieuwe dosis dat nog gaat helpen. Maar goed, nee, ik ben dus nog niet afgevallen door de medicijnen. Nou, en wat ik nog een vraag die ik heel veel van jullie kreeg is: hoe hebben jij en Jeroen elkaar ontmoet? Dat is denk ik wel een bijzonder verhaal. Jeroen en ik hebben elkaar online ontmoet, maar niet via een dating app of zo. Dat bestond toen nog niet. Jeroen en ik hebben elkaar in 2000 leren kennen. En wij zaten toen in een soort online omgeving was dat. Maar dat was eigenlijk een soort chatwereld. Maar in die chatwereld kon je ook programmeren. Dus je kon daar zeg maar een eigen huisje bouwen, maar dat was allemaal textueel. Dus je kwam dan de kamer binnen en dan zag je ook echt van Danielle komt nu de kamer binnen. Je ziet een kamer met rode muren en er staat een blauwe bank in de hoek van de kamer. En er zit een lekkere zitzak waar je lekker op kan zitten en neer kan ploffen. Maar dat allemaal in tekst stond het dan beschreven. En je kon dan ook allerlei acties doen. Dus kon je zeggen van nou, gooi sneeuwbal naar Jeroen. Kon je dan bijvoorbeeld intypen. En dan gooi je een sneeuwbal. En dan komt er een hele rits aan tekst op je scherm. En dan, oh, je mist Jeroen. Of nou, dan soms dan raakt hij Jeroen. En dan, oh, Jeroen is helemaal onder de sneeuw. En hij bibbert van de kou. Dat soort dingen. Dat was super leuk. En dat heette de Metro, heette dat. En ik ben erop gekomen dat ik een keer op televisie een advertentie zag van de digitale stad Amsterdam. En zij waren toen bezig met eigenlijk een soort van online gemeente creëren. En daar ben ik toen naar gaan zoeken. En toen kwam ik daar tegen. Nou, zo ben ik dus in die digitale chatwereld terechtgekomen. En Jeroen was daar ook al. En daar hebben we elkaar dus ontmoet. Nou, wij hebben dus een tijdje zitten chatten en toen hebben we uiteindelijk een keertje afgesproken. We hebben toen eerst nog gebeld en online spelletjes en zo samen gespeeld.
En toen zijn we eigenlijk al vrij snel, hadden we een keer een afspraakje gemaakt. En ik kwam me nog herinneren dat hij kwam. Dus ik woonde toen in Amsterdam en hij woonde in Den Haag. En hij kwam van de trap af op het station. En ja, ik was op slag verliefd. Dus ja, dat was ondanks dat we elkaar dus al online kenden en wel ook al met video chatten en zo dat we al hadden gedaan. Ja, was ik wel op slag verliefd toen ik hem in het echt zag. Dus ja, dat was. Ik ga er gewoon weer helemaal van stralen. Omdat ik gewoon ontzettend gelukkig ben met Jeroen en ontzettend veel van hem hou. En me geen lievere man zou kunnen voorstellen. Dus ja, dat is hoe wij elkaar hebben ontmoet. En hij is die eerste nacht ook al bij mij blijven slapen. Omdat ja, hij. Niks gebeurt, jongens. Ik was toen ongesteld. Omdat hij de laatste trein had gemist, omdat het zo gezellig was. En ja, eigenlijk is het heel snel gegaan. Weekend erop ben ik naar zijn huis gegaan. En ik geloof een paar weken later ja, was hij soort van ingetrokken bij mij. Ik woonde toen met mijn moeder samen nog in Amsterdam. En ik had daar zeg maar wel een soort eigen etage op de zolder. Ja, is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. En 8 augustus 2000 was ons eerste real life afspraakje. En 8 augustus 2003 zijn we getrouwd. En wij zijn dus ondertussen al 21 jaar samen. Ik vind het echt bizar. Ja, echt superleuk. En ik word dit jaar 42. En ik heb Jeroen dus ontmoet vlak voordat ik 21 werd. Dus als ik straks. Dus ik ben al gewoon mijn halve leven ook samen met Jeroen. Dat is ook gewoon heel apart om te realiseren dat ik gewoon al bijna langer met hem ben als zonder. Dus ja, gewoon heel bijzonder en echt de liefde van mijn leven. Dan krijg ik de vraag, hoe zouden de kinderen hebben geheten als ze van het andere geslacht waren geweest? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als Xarno een meisje was geweest, had hij Iselotte geheten. En als Iselotte een jongetje was geweest, dan hadden we een heel groot probleem. Want we hadden geen jongensnaam voor haar. We wisten bij allebei de kinderen wel al wat het geslacht zou worden. Hè. Gewoon bij de 20 weken echo wisten we dat het Xarno een jongetje zou worden en Iselotte een meisje. Ja, en ik kreeg meerdere echo's tijdens mijn zwangerschap. Omdat in verband met overgewicht ben je in een risicogroep. Dus ik kreeg extra echo's om de groei en zo in de gaten te houden. Ja, en iedere echo was het eigenlijk, nee, het is echt een jongetje, het is echt een jongetje. En bij Iselotte ook, nee, het is 100% zeker een meisje. Dus er was ook eigenlijk geen twijfel mogelijk. Dus ja, bij Iselotte, we wisten het gewoon niet, vonden het super moeilijk. En ja, weet je, dit was gewoon goed zo. Dus voor haar hadden we geen jongensnaam. En als Xarno dus een meisje had gegeten, had hij de naam van Iselotte gekregen. Dan nog wat meer persoonlijke vragen. Iemand vroeg aan mij: ben je gelukkig? Ja, ik ben gelukkig. Ik voel me op het moment heel goed. Maar ik denk dat geluk ook iets is wat met golfbewegingen gaat. En dat er momenten zijn dat je heel gelukkig voelt. En ook momenten dat je denkt: nou, dit is gewoon een kutdag of een kutweek of weet ik veel. Nee, dat er momenten zijn dat je ook niet of minder gelukkig voelt. Maar over de linie, ja, leef ik een heel gelukkig leven. Ik ben ontzettend dankbaar nou, voor mijn man, voor mijn gezin. We hebben allebei een goede, leuke baan. We hebben lieve vrienden en familie om ons heen. Dus ja, ik ben zeker heel gelukkig. Natuurlijk zijn er altijd dingetjes die, ja, die een schaduw over je geluk geven. En dat is natuurlijk nog altijd het verlies van mijn moeder. Mijn moeder is al bijna 5 jaar geleden inmiddels overleden. Ja, en haar mis ik nog elke dag. Dus ja, ik ben zeker gelukkig. Maar ja, er zijn natuurlijk toch altijd wel dingetjes die ja, een beetje schaduw daar overheen brengen. Maar voor de rest ben ik heel gelukkig met alle lieve familie. Ik heb een lieve broer met zijn gezin. Mijn vader met zijn vrouw. Schoonouders. Ja, ik ben gewoon heel gelukkig. Ik heb niet een hele grote familie. Maar ja, de familie die ik heb, daar ben ik wel heel blij en heel dankbaar voor. Dus ben je gelukkig? Jazeker, ik ben heel erg gelukkig op het moment.
Ben je altijd zo vrolijk? Vroeg iemand. Nou, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Nee, ik ben ook niet altijd vrolijk. Ik ben ook wel eens verdrietig. Ik voel me ook wel eens boos. Ik ben ook wel eens boos op de kinderen of op Jeroen of whatever. Dat is denk ik gewoon heel natuurlijk. Maar ik probeer wel altijd alles naar het positieve te draaien. En dat lukt ook niet voor 100%. Maar en zoals net vertelde ik dan wat over negatieve reacties. Nee, die zijn niet leuk om te krijgen. Maar ik probeer er dan wel weer iets positiefs van te maken. Doordat het voor mij wel... dat ik daar ook weer wat van leer. En ja, over het algemeen denk ik wel dat ik vrolijk ben, ja. Over het algemeen ben ik wel vrolijk. En ik ben ook, ik heb een heel mooi leven. En natuurlijk kan het altijd mooier. Het gras is altijd groener bij de buren. En natuurlijk als ik bijvoorbeeld vlogs kijk, weet je wat ik bijvoorbeeld... Ik vind Enzo Knol heel leuk om naar te kijken, omdat ik het... zo leuk vindt hoe actief hij is en hoeveel hij onderneemt en wat hij allemaal doet. En dan soms vind ik dat dan wel eens moeilijk, denk ik, ja, ik kan dat allemaal niet. Ik kan niet van al die glijbanen of al die tripjes die hij maakt. Ik denk dat hij ook dingen heeft die hij niet kan en waar hij dan soms wel eens van baalt. Maar ik vind, ik kan ook genieten via hem. Dat hij dat kan doen, vind ik voor hem gewoon super tof. Dat hij zo'n mooi leven kan leiden. En al die leuke dingen kan doen. Ja, ik kan dat dan niet, hè, vanwege mijn overgewicht. Maar ja, ik begin niet dan gewoon via hem. Dan denk ik, nou, als hij het dan voor mij doet en hij vlogt dat, nou, dan kan ik daar op die manier toch van genieten. Dus op die manier, ik kan het niet, maar ik kan wel weer andere dingen. Dus Zo probeer ik dat dan toch weer positief te bekijken. Nou, ik ben even buiten gaan staan voor het volgende segment in deze Q&A. En ik kreeg de vraag wat mijn hobby's zijn. Ja, ik heb eigenlijk best wel... ik heb dus het mankement dat ik eigenlijk alles leuk vind. Ik vind altijd zoveel dingen leuk om te doen. Maar gewoon te weinig tijd heb om alles te doen. Dus ik heb zeker, is het dan echt een hobby? Ja, ik weet niet, het zijn gewoon dingen die ik dan leuk vind om te doen. Ik hoor van alles. Oh, zo zielig. Oh, er zit hier een vogeltje vast. Ik denk, wat hoor ik nou? Oh, dus denk ik, een babymiddel. Oh ja, we hadden dus weer een nieuw nestje in de tuin. Oh, daar gaat hij. Oh, wacht. Oh, wat is die nou? Oh, kijk. We gaan niet te dichtbij, jongens, maar... Zie je hem zitten daar? Kijk. Ja, we hadden dus een nieuw merelnestje. Maar nu zie ik dus dat hij is uitgevlogen. En hij zat... Dus ik denk net al, wat hoor ik nou achter me? Maar hij zat dus vast in de trampoline. Maar hij is er gelukkig uitgekomen. En nu zit hij hier. Dus die moet nog een beetje wakker worden. Dus, nou, dan ga ik even naar binnen. Dan kan ik hem even met rust laten. Want dat vind ik zielig. Anders dan gaat het straks misschien nog mis. Dus ik wil er even buiten opnemen. Maar dan ga ik toch naar binnen. Het merelnestje is... Oh, Jeroen was hier net, maar die is nu weer weg. Dus, nou, dan ga ik even in dit hoekje zitten. Daar kan je ook wel een van mijn hobby's zien. En dat is haken. wat ik dus net al zei, ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Ik heb wel heel veel gehaakt. Ik vind tekenen heel leuk om te doen. Maar dat kan ik niet. Dus ik wil me dat nog steeds leren. Dus ik heb ook, en vooral digitaal tekenen vind ik heel erg leuk om te doen. Maar ik heb eigenlijk te weinig tijd om dat echt onder de knie te krijgen. Ik vind kleuren ook gewoon heel leuk. Misschien heel suf. Maar ik vind dat gewoon echt heel relaxend en ontspannend om te doen. Ik heb natuurlijk mijn moestuin. Dramatisch. Ik sprak gisteren toevallig mijn buurvrouw die ook moestuineert en zelfs ook een buurtuin heeft. Zij zegt ook, ik heb er echt nog nooit zo'n slecht jaar meegemaakt. Dus ik dacht van, nou, ligt het aan mij? Ligt het omdat ik het toch misschien in potten doe?
heb ik iets verkeerd gedaan? Maar zij zegt nee. Ze zegt het is echt heel erg. Zij zegt poot is ook aardappelen. Ze zegt ik heb nog nooit zo'n slecht aardappeljaar gehad. Dus nou ja, fijn om te weten dat dat niet aan mijn niet groene vingers ligt. Dus ja, dat is een beetje jammer dat dat niet zo'n succes geworden is. Maar goed. Ja, ik hou ook gewoon van films en video's kijken, YouTube kijken. Ja, YouTube ja, is op dit moment denk ik nog een soort van hobby. Maar wie weet of dat ooit nog meer wordt. Maar ja, ik vind in ieder geval het maken en ook vooral het editen van video's vind ik super leuk. Ik lig soms echt in een deuk als ik mijn eigen, eigen gefilmde beelden terugzie. En ja, ik probeer dan daar gewoon wat leuks van te maken. Ik merk ook echt, ik ben nu ongeveer anderhalf jaar met YouTube bezig. Ik ben maart 2020 begonnen. Had overigens niks met corona te maken. Dat kwam eigenlijk gewoon toevallig zo uit, omdat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Maar ik merk ook echt dat ik nu zo anderhalf jaar ongeveer YouTube-video's maak en edit. Dat ik ook echt wel steeds beter dat editen onder de knie krijg. Dus ik probeer mezelf ook wel uit te dagen door toch wel steeds nieuwe dingetjes te proberen. En het basis-editen, zeg maar, dat gaat nu wel redelijk goed. Dus YouTube is nu zeker hetgene waar ik het meeste tijd aan besteed naast mijn gezin en mijn werk. En ik heb daar gewoon heel veel plezier in. Mede door jullie, die gewoon super leuk zijn en zulke leuke comments en reacties geven op mijn video's. Dus ja, het is ook zeker door jullie dat ik zoveel plezier heb in YouTube. Dit is ook een van mijn hobby's, haken. Ja, vaak doe ik dat in de vakantie, omdat ik dan wat meer tijd voor heb. Maar dat vind ik ook super leuk om te doen. Ik heb wel ook wel veel leuke projectjes al gemaakt. Knuffeltjes voor Iselotte, poppenkleertjes. Ja, kleine projectjes. Ik heb ook wel sjaals gemaakt voor de kinderen, mutsjes. Ik heb ook een babykleedje gemaakt voor Iselotte. Ik heb een keer een zeemerminstaart gemaakt als deken voor Iselotte. Nou, dat zijn een beetje mijn hobby's. Volgens mij heb ik dan al veel te veel geluld in deze Q&A. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan vooral een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog meer over mij wilt weten en mijn vlogs wilt volgen. En dan zie ik jullie hopelijk heel gauw bij een nieuwe video. Doei doei!